bomvolle aula van basisschool Ter Does zondagavond. Vrijwilligers hebben de hele middag gewerkt om de aula om te toveren tot een geïmproviseerde kerk. Dat vraagt heel veel inspanning en energie. Maar we hebben gemerkt dat de parochianen van Hoogmade dit in hun verdriet met een grote liefde hebben gedaan. Het is een week van verbijstering, van ongeloof, van veel tranen. Hoe is dat nou om hier zo samen te komen met het dorp? Best wel een beetje emotioneel ook. Af en toe was het wel even slikken, ja. Ja, als je dat allemaal hoort, het grijpt iedereen zo enorm aan. Een emotionele avond. Het is natuurlijk toch een verlies voor het dorp. Vooral zo'n eerste bijeenkomst is toch wel wat moeilijk eigenlijk, zeker. Al direct na de brand klinkt in Hoogmade de roep om herbouw van de kerk. Of dat ook gaat gebeuren blijft nog even onzeker. Wel is er meer duidelijkheid over waar de kerkdiensten gehouden zullen worden. Op korte termijn hebben we besloten dat er één keer in de maand een viering is in Hoogmade. Het liefst in de aula van deze school, omdat het nu een beetje vertrouwd is. Maar dat kan ook een ander gebouw zijn. En dat de andere zondagen, de Hoogmadenaren, welkom zijn in de kerk van Rijpwetering. Dat ligt hier zo 3 kilometer vandaan. En die zetten hun deuren open voor de gelovigen van Hoogmade. Vond u het een mooie avond? Ja, schitterend. De een had nog betere, mooiere woorden dan de ander. Nou ja, het is heel wat. Voor de geestelijke ook.